De Belgische regering voert de strijd tegen namaakgoederen op en werkt daarvoor samen met de buurlanden. De controles worden opgedreven en daarbij zijn de voorbije dagen en weken al massa's goederen in beslag genomen, waaronder een partij van 100.000 namaakpillen Viagra. Winst van illegale handel wordt vaak gebruikt om de georganiseerde misdaad te financieren. De administratie van douane en accijnzen heeft vorige week 100.000 namaakpillen Viagra in beslag genomen op de luchthaven van Zaventem. De zending met een straatwaarde van 1 miljoen euro kwam van Laos en moest via de Antwerpse haven verscheept worden naar Bangkok. De markt van namaakgoederen wordt alsmaar groter. We stellen vast dat ongeveer 10% van de wereldhandel is namaak, dus in België ook. En België is een transitland. Twee dagen al worden er daarom in ons land extra controles gehouden door meer dan 300 ambtenaren van douane en accijnzen. Daarbij zijn opnieuw grote partijen namaakgoederen in beslag genomen, zoals sigaretten, kleding en medicamenten. Alle goederen die ook maar iets kunnen opbrengen op de zwarte markt worden momenteel nagemaakt. Er is een omzet mee gemoeid van 650 miljard dollar jaarlijks. Ook kost het heel wat jobs. In Europa schat men dat rond de 200.000. Het is ook een veiligheidsprobleem. Meer en meer wordt namaak gebruikt ter financiering van terrorisme bijvoorbeeld, maar ook van drugshandel, van wapenhandel. Het is een enorm probleem. Ook de volksgezondheid komt in het gedrang nu er op grote schaal geneesmiddelen worden nagemaakt waarvan niemand de juiste samenstelling kent.